Dames en heren, welkom bij een nieuwe serie op mijn kanaal. Dit is Geo Kesser. De bedoeling is, dan krijg je een Street View foto te zien van Google Maps. Daar moet je zo nauwkeurig mogelijk aanwijzen waar het is op de kaart. Je hebt een betaalde versie en een gratis versie. Ik heb de gratis versie. Daarin kan je één sessie doen van 5 plekken zoeken. Ja, het spreekt voor zich als je het ziet. We gaan beginnen. We spelen gewoon Nederland. We gebruiken geen hulpmiddelen. Play. Start the game. Dan gaan we. Oeh, dit is een andere authentiek stadje. Hiervoor staat Harlingen. Dat is makkelijk. In het centrum, bij het water. Hoe heet deze straat? Noordeis en Voorstraat. Noordeis en Voorstraat. Oh, hier hebben Noordeis. Dan dit de Voorstraat zeker. Oh, hier Voorstraat en Noordeis. Wacht even, kijk. Studio. Ja, wacht even hier waar studio. Dit is dan die brug. Ja, dat moet hier zijn. 17 meter afstand. Nou, dat is netjes. Volgende ronde. Even kijken op parkeerplaats. Is dit in een andere grote stad, denk ik. Flatgebouw. Hier een doorgaande weg. Even kijken. Kunnen we erop? Nee. Nee, daar doen we de weg. Dit is een wat lastiger, hè? Hoe komen we hieruit? Octant. We moeten een soort doorgaande weg even zoeken. Kijk hier op het bier, kijk. Hier op een bord. Dit is de N3. Papendrecht Dordrecht. Hier gooi ik een papen. Zouden we dan in Dordrecht kunnen zitten? De N3. Wat is hier? Staat het Dordrecht? Dordrecht, niet wat Dordrecht. Dordrecht. En dan rijden we Dordrecht eraf en dan heb je gelijk een soort bosomgeving. Zou dat dit kunnen zijn? Hier denk ik misschien. Want dan gaan we het water over. Het is richting de A15 Gorinchem. Dus we komen in ieder geval vanaf deze kant vandaan.
Zou het hier kunnen zijn, nog in deze wijk zo? Zit er een spoorlijn naast? Nee, geen spoorlijn. Wacht even, ik zit verkeerd te kijken. Oké, we gaan even terug naar de beginpositie. Hoog over het gebouw. Octant was een straatnaam, hè? Octant. Het is een lastige bij deze staat. Octant, maar nou, ik dat straatnaam. Even terug naar de beginsituatie. Octant. En er zit naast het door aan de weg. Octant. Wacht, boven, dat was Noord. Dus dan zou het aan deze moeten zijn. Valt mee, jongens. Heb je een andere straatnaam in de buurt? Wacht, hier weer een soort doorgaande weg. Octant, maar dat was niet de doorgaande wegnaam. Doorgaand verkeer. Hoog hier een bus altijd, staat erop. Octant, ja. We hebben een doorgaande weg en dat is de octant. Ik vermoed dat dit de oprit was. Deze kant op zijn. Tafelberg. Ja, weet je wat? Ik doe maar een gok. Nee, ik doe geen gok. Deze is het niet. Nee, dat is industrie. Rechts was Gorinchem. De A15. Dus het is wel aan deze kant. Vermoed ik. Nee, ja, ik doe maar wat. Ik weet het echt niet. 1,3 kilometer.
Het was hier. Octant, ja. Je oprit. Oké, het zij zo. Volgende ronde. De bosachtige omgeving. Een soort nieuwbouwwijkachtig. Villewijk. Prins Klauslaan. Johan Frisolaan. Nou, dat zit echt niet op, jongens. Ik kan doorgaan de weg zien, hier. Haarlem, Schiphol, Bad Hoeverdorp. Oké. Dan zitten we waarschijnlijk in de buurt van... Bad Hoeverdorp, waar ligt dat precies? Hier, Bad Hoeverdorp. Bad Hoeverdorp was rechtsaf. Schiphol linksaf, Haarlem linksaf. Dan zou dit de N232 kunnen zijn misschien. Hier, Prins Floris, wacht even hoor. Terug naar beginpunt. Voel ik dat het dit punt is. Johan Friso en Willem zal hem landen. Dit was de hoek van de weg. Prinsenhof. Ja, Prinsenhof. Ik doe hier. Voor mij zit ik er niet zo heel veel naast. Nou, reclame, jongens. Honderdtachtig meter. Nou, ik vind dat netjes. Volgende. Oh, een nieuw werkje. Postbode. Ziet er wel gezellig uit. Een soort atletiekbaan. Maar ik wil weten wat het is. Schapendouche weg. Zanderijweg. Nou, ik kom er echt niet uit, jongens. Oh, in doorgaande weg. Jachtlaan. Wacht even, is het niet Apeldoorn? Jachtlaan. Centrum, Deventer. Ja, wacht even, Jachtlaan, dat is Apeldoorn. Rotonde richting Jachtlaan. Voor mij was Jachtlaan hier in het noorden. Ja, hier de Jachtlaan. En dan heb je de Rotonde. Naam van Orden. Jachtlaan, Rotonde. Koning en Dodewijklaan, nee. Deventer. Jachtlaan. En dan heb je daar de A1 naar Amersfoort. Dat is linksaf. Maar dan heb je hier ook de naald. Of zit ik helemaal verkeerd? Dit is geen rotonde, wacht even hoor. Waar zijn die rotonde? Dit is geen rotonde. Jachtlaan, rotonde. Dit is een rotonde.
Dus niet hier op plek. Ook niet daar. Kennedy-laan was het ook niet. Dus alweer een andere laan. We gaan even terug naar het beginpunt. De ijsbaan, ijbaan. Goede woningweg. Hier is ook allemaal nog jachtlaan. Oh wacht, hier, oh wacht even, ik ben nu langs Sanderweg. Wacht even hoor. Sanderrijweg. Het is hier in de buurt. Wacht even hoor. Dit is dan die rotonde. Terug naar het begin. Even wacht hoor. Even wachten, we gaan even weer terug. Hoe heet deze straat? Nee, die heeft geen naam nog. Dit was de Zanderrijweg. Die hadden we ook gezien, de Zanderrijweg. Hier, Zanderrijweg. En hoe heet dan deze zijweg? Want die moeten naartoe. Van de rijweg met de hoek met de Weierlaan. Hoek met de Weierlaan. Wielerlaan bedoel ik. Oh, kijk hier weer dat ronde ding. Kijk. Dan heb je in de doorgang. En dan is het hier. Om precies te zijn. Hier. 2 meter verschil. Nou, applausje jongens. Heel netjes. De laatste. Ook in Ouderwetse binnenstad. Mooi. Groenewoud. Schuitvlotstraat, doorgaand verkeer. Nou, laten we doorgaand verkeer volgen. Dan hebben we misschien op een hoofdweg. Is wel een mooi stadje. Maar we moeten iets bekends kunnen zien. Groenewoud. Walstraat. Walstraat is een soort winkel. Straatje. Wacht even. Naar Nieuwendijk. Zit het dan in Amsterdam? Dat is Middelburg of Vlissingen. Middelburg of Vlissingen, wacht even, Middelburg of Vlissingen. Middelburg of Vlissingen, wacht even, dan is ik al een heel eind. Groenewoud, we volgen de Groenewoud. Ja, wacht even, Groenewoud. Doorgaand verkeer. Dit is Vlissingen. Dit moet Vlissingen zijn, jongens. Vlissingen. Amiel, ja, wacht even, ik weet het al, denk ik. Dat is het voordeel van als je in Zeeland woont.
Dan zitten we als goed is in deze wijk. Deze wijk. Nee, wat hoor. Even wachten hoor. Restauratie in Dok van Perry. Voor moet deze dok dit dok zijn? Dok van Perry. Ja. Kijk, en dan kwam hier bij de begeerplaats uit. Hier weer het Groenewoud. Dan even terug naar het begin. Groenewoud op de hoek met Plein Verwinde. Hier de Walstraat. Westerweg. Plein Verwinden. Hier. Wacht even. Bed and Breakfast Vier Winden. Dat is nog ervoor. In een bocht naar links toe. En dan denk ik, ik ga van hier. Ik heb helemaal precies te doen. Hier, 5 meter verschil. We hebben 24.799 punten. Nou, dat is heel mooi, want je kan 25.000 punten ontvangen. Nou, dit was het. Als je dit een leuke serie vindt, geef het dan even aan. En dan maken we er meer van. Houdoe!